Hallo iedereen en welkom weer bij een nieuwe Feedtime video. In deze video gaan we samen een gezellige herfstavond houden. De herfst is officieel gestart. Het heeft zowel al geregend vandaag, de zon heeft geschenen. Dus echt typisch herfstweer. Ik hoor dat het straks ook nog gaat regenen. Ik vind het echt super gezellig om dan zo in mijn bed gezellig te lezen. Als ik dan daar hier op mijn raam hoor tikkelen van de regen. Maar we gaan er dus vandaag een gezellige herfstavond van maken. Slash mijn avondroutine tijdens de herfst. Het wordt zo een combinatie van de twee. Het is nu bijna 5 uur. Ik was vandaag aan het telewerken. Ik ga zo meteen mijn computer afsluiten. Dan kunnen we beginnen aan de avond. Dat is ook wel handig als ik aan het telewerken ben. Dan kan ik gewoon mijn computer dicht doen en ik ben gewoon al thuis. Anders moet ik mij nog helemaal verplaatsen naar huis en zo. Dus dat neemt ook wel een beetje. Dus het is altijd wel handig bij het telewerk dat je direct thuis bent. Zometeen ga ik tiramisu maken. Want morgen is mijn vriend jarig. En morgen heb ik geen tijd om dat te maken. Want dan ga ik dus terug naar kantoor. En het is toch altijd wat beter dat dat toch een tijd nodig heeft om echt zo de goede smaak te hebben. Dus daarom ga ik dat vandaag al maken. Gewoon de originele, volgens mij, originele tiramisu met boudoirs en mascarpone en Nesquik. Dus dat ga ik maken. Dan gaan we ook gewoon gezellig lezen in een typisch herfstboek. Misschien weet je al over welk boek ik het heb. Maar we gaan dus ook gezellig lezen, misschien ook nog iets kijken en gewoon er een gezellige avond van maken. Dus als dat was een leuke video vindt, geef dan zeker een duimpje en dan gaan we gewoon direct mee beginnen. Intussen zijn we alweer een paar uur verder. Ik heb dus echt nog niet veel gesproken in deze video. Het is nu ondertussen al 8:30. Ik heb het gevoel dat de avond altijd zo snel gaat. Ik heb eigenlijk gewoon nog tijdens de intro gesproken. Dus ik heb dan nog mijn to-do-lijstje gewoon voor morgen gemaakt. Dan afgesloten. Dan ging ik mijn tiramisu maken. En dan had ik door dat we helemaal geen eieren meer hadden. Dus nog snel naar de winkel gegaan om eieren te kopen. Dan heb ik mijn tiramisu gemaakt. Nou, ik zal het receptje ook hieronder zetten, want ik heb gewoon op beelden gemaakt waar mijn papa ook al ondertussen aan het avondeten ging beginnen. Dus het is niet dat ik ondertussen kon babbelen, want er was veel achtergrond, lawaai en zo. Dus het zijn meer gewoon wat beelden, maar ik zal het receptje dus hieronder ook zetten. Dus dat heb ik gedaan. Dan heb ik even met mijn zus gebeld, ondertussen was ik wel mijn kamer aan het opruimen. Daarna was het tijd dan voor te eten en dan heb ik mij gedoucht en nu is het ineens dus 8:45. Nu ga ik eindelijk even in mijn boek lezen. Allee, nieuwe boeken beginnen. Zoals ik dat straks al zei, ga ik beginnen aan een typisch herfstboek. Ik heb ook onlangs mijn herfst TBR gefilmd. Dus alle boeken die ik deze herfst
slash winter nog wil lezen. Als je ook wel graag boeken leest, weet je misschien wel over welk boek ik het heb. Maar het gaat dus over The Pumpkin Spice Café van Laurie Gilmore. Is echt zo het boek voor de herfst, gewoon al door de cover. Maar het heeft blijkbaar ook zo de vibes van de Gilmore Girls. Dus ook zo'n typische herfstserie. En het boek gaat dus over het cafeetje hier, dat je op de cover ziet. En blijkbaar is dus ook zo'n beetje de vibe van het cafeetje dat Luke heeft in Gilmore Girls. En dat vind ik ook een hele leuke serie. Dus daarom heeft mij ook wel overtuigd om dit boek te kopen. Het zat al een hele lange tijd op mijn TBR. Omdat het gewoon echt een typisch boek is voor in de herfst. Ik heb dit gespaard om in deze tijd te gaan lezen. Het gaat dus over Jeannie. En Jeannie die neemt het Pumpkin Spice Café over van haar tante. Jeannie neemt deze kans natuurlijk om haar bureaujob op te zeggen. En om in het cafeetje te gaan werken. Maar ze heeft natuurlijk niet veel idee van hoe dat allemaal te werk gaat en wat ze daar moet doen. Ze heeft daar niet zoveel achtergrond van. Maar ze is klaar om zo een nieuwe start aan te gaan. En dan hebben we ook Logan. En hij is zo de lokale boer die de producten levert. Hij probeert de roddels in Dream Harbor, dus het dorpje waar het cafeetje is. Hij probeert zo die roddels daar een beetje te ontwijken. Maar door de komst van Jeannie wordt Logan zijn routine verstoord. En willen eigenlijk niks te maken hebben met het nieuwe meisje. Maar toevallig voelt hij zich toch wel aangetrokken tot haar. En dan staat er, zal Jeannie haar happy-go-lucky attitude, de grumpy but gorgeous Logan, overwinnen? Of heeft deze city girl de enige persoon in het dorp gevonden die niet zal vallen voor haar charmes en ook niet voor haar pumpkin spice lattes? Ik heb al heel veel positieve dingen over gehoord. Sommige mensen zeggen ook wel dat het echt een typisch voorspelbaar verhaal is. Maar daar heb ik nu ook wel zin in om zoiets te gaan lezen. Ik zit hier met een dekentje. En ik heb ook mijn pumpkin kussentje hier op het bed staan om helemaal in de herfst weer te komen. Dus laten we eraan beginnen. Ik ben nu eens even naar het weerbericht aan het kijken om te zien wat ik morgen ga aandoen. Ik ben voor dit hemdje gegaan en dan gewoon met een jeansbroek en een regenjas. Dus dat wordt de outfit van morgen. Ga ik nu nog het kaartje schrijven en dan gezellig verder lezen. We zijn nu 2 dagen later en ik wou toch nog even deze video afsluiten. Dus ik ben uiteindelijk geëindigd op pagina 59 al in de Pumpkin Spice Café. Ik vind het echt al een super leuk boek. Het leest super vlot. Het zijn ook wel tamelijk grote letters. Dus daarom leest het ook wel vlot. Het zijn wel wat korte hoofdstukjes. Dus tot nu toe vind ik het echt wel een leuk boek. De herfstvibes, ik voel ze helemaal. En ik ben benieuwd om hier verder in te gaan lezen. Ik heb het boek niet uitgekregen voor deze video online ging komen. Maar jullie zullen sowieso wel mijn mening doorkrijgen in een oktober
wrap-up of oktober en november wrap-up voor te zien met mijn planning van de komende video's. Maar ik zal hier sowieso wel nog over vertellen wat ik er uiteindelijk van vond en hoeveel sterren en zo ik het ga geven. Maar tot nu toe vind ik het wel een heel leuk boek. Oké, het is misschien een beetje cheesy, maar voor de rest, ik had daar wel zin in om zoiets te gaan lezen. Maar hiermee wou ik de video dan ook afsluiten. Dus hopelijk vond je het een leuke video. Als het zo is, geef het zeker een duimpje. En dan hoop ik jullie graag terug te zien de volgende keer.